En een hele goedemiddag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds maandag. Ik weet niet eens niet hoeveelste. 39. 30? Ja, 30 september. En we leven om 13:34 uur. En het is 13 graden. En ja, ik zie er nog niet uit, maar... Ik heb een abonnement op de wc gehad vanochtend, dus ja, ik heb alweer een Norit ingenomen, maar ik voel me nog trillerig en een beetje zweverig en een beetje raar. Maar ook is onze Willy alweer in huis, ja ja, daar ben ik weer blij mee, want ze heeft het moois gemaakt. Ik ben coupeuse geweest, maar daar ben ik niet thuis in. Nee, laat het zelf even zien. Nou, ja. Ja, vertel er wat bij. Waarom? Ik vertel niks. Ja, ze heeft dus een hele mooie tas gemaakt. Ja, alsjeblieft. Van spijkerstof. Ja. En ze moest enkel voor de schouderriem moest ze helemaal Den Helder uit, ja? Nee, toch? Was in Den Helder. Was dat in Den Helder? Ja. Ja. Dus? Waar heb je dan gekocht? Op en op. Op en op. Op is op. Op is op, ja. Oké. Okay. Enkel dit hadden ze hier niet op de, in de markt, nee, in de stad. Dat koop ik bij, noem dat? Bij, Ali. Bij Ali. Oh. Ali en wat had je dan gekocht in Schagen? Niks. Ook dacht dat je wat, Nee, als je canvas moet hebben, moet je naar Schagen. Oh, moet je dan voor naar Schagen? Voor canvas, toch? Nou, dat is niet fijn. Nee. Maak gelijk een uitje. Ja. Nou, met de dames moet ik nog uit, maar die zijn al wel buiten geweest. Hé? Ja. Dus je wacht nog maar even wat, een tijdje totdat mijn buik ook wat rustiger wordt. Dan vertrouw ik mezelf niet. Nee. Dus ze moeten nog even met de tuin doen. Kan er niks aan doen. Waar is die grote nou weer? Oh, die ligt daar. Ja. En daar zit er eentje te mekkeren. Die had net eten gehad. En die wilde weer inkomen, maar die komt niet naar buiten. Die kan er naar fluiten. Ja, joelo. Ja, morgen brengen en overmorgen halen. Stop, beest. Een stom beest. Wat is dat voor een beest? Een husky. Och, heer. In een kinderwagenbak. Ja hoor. Jongen nog aan toe. Ik wil ook attentie hebben, hè? Ja. Ik wil ook aangehaald worden. Ja. Ik ben ook een baby nou. Komt erin drukken. Oh jeetje. Geweldig. Ja, leuk. Nee, jij komt niet naar buiten, meneertje. Nee. Maar in ieder geval, ik zie wat anders. We hebben er een kajuit erop gezet. Maar die was je niet. Kajuit? Ja, weet ik veel. Ja, de bovenverdieping, dat groene hokkie. Oh, je noemt ze dakkapel. Ja, nou, maar die stond er eerst niet op. Oh ja. Dat noemen wij een kajuit. Ja, dat kan best. Van vroeger uit. Dus hebben we het weer, daar nou ook weer een verdieping erop. Oké, nou ja, geweldig voor hun. Ja, is er ruimte nodig, hè? Ja. Ja. Toppie. Dat hebben ze dan ergens anders gemaakt. Dan hebben ze met een kraan of zo erop gezet, want dat is zo in... Ik bedoel, gisteren had niks aan de hand, hè? Dus hoe ze dat gefixt hebben... Dat gaat heel snel.
Ja. Echt wel. Tjoe, muskie. Ik zie de kerktoren, zo wordt niet meer. Nou, moet je helemaal opschuizen. Ja, dan moet je hier zitten. Ja, ik kon normaal gesproken hier ook, ja, zo hier ook, dan kon ik de maan zo op zien komen bij de kerk. Je ziet nou de kerk zo om een heel klein stukje. Dat is balen. Nou ja, jammer dan, want als ik de deur opgooi, dan kwam die hele kerktoren filmen van dan ook, weet je, als ik dat wou. Nou ja, moeten we opschuiven. Is hier niet te fijn? Nee. Weer een paar buren die je juist kunnen gluren. Ja, nou ja. Ah, ja. En jij nog wat zeggen kan af tegen de vrienden? Nee? Nou, dan niet. Zeg maar een fijne dag allemaal. Tot de volgende keer. Ja, lieve vrienden. Daar ben ik weer eventjes rutte hoor. Want ja, dit is bagger, het is vies, het is nat, het is koud. Ik ga me omkleden in een lange broek en wat warmer zijn, want ik heb het me koud en ik heb het me koud. Ik heb ook voor het eerst, de kachel die doet ook weer, die heb ik aan, 22,5. Heb ik daar wel een privékachel, ik denk ja, ik doe de kachel gewoon aan, ik heb het koud, daarmee af. Ik wil het warm hebben in mijn eigen huis. En ik heb het ook, daar hoeft Karin ook niet mee te helpen. Mijn AB op afstand heb ik nou ook klaar. Dus mocht ik, weet ik van waar naartoe gaan, dan kan ik mijn kachel met mijn telefoon bedienen. Al zou ik met Karin in de auto zitten of al zal ik bij Marianne zitten. Ja, en de kachel is op dat moment uit. Dan kan ik het bij Marianne kan ik hem aandoen. En dan kan ik nog een uurtje zitten. En dan is het hier warm. Dat dus. Ja. Ideaal. Dat werkt allemaal weer. Want het werkte eerst niet. Maar nu weer wel. En daar ben ik blij mee. Ik heb het zelf toch gefixt. Ik zou de watermeter opnemen. Ik denk, ja, dan kan ik zelf ook wel even een foto maken. Dan kan ik het uitvergroten. Dan kan ik het lezen. Maar de rest gaat daar fout. Mijn gegevens, ze hebben mijn gegevens in een en niet. Ja, hallo, dan bel ik morgen wel. Want ja, het is van zo, s'morgens tot s'middag 2 uur kan ik ze bellen. Want ik heb daar ook een foto van gemaakt. Ja, ik ben een slim, dan hoef ik het ook niet weer op te zoeken. Dan enkel even een e-mail erbij, meer niet. Maar ik kan nou dat nummer zo bellen. En dat is nog gratis. Dus dat willen we nog meer. Ik ga me niet opmaken of zo. Nee, bekijk het maar voor vandaag. Maar ik ga wel een slechte weer in. Regenkleding aan. Maar ik heb ook even geld uitgegeven. Zeg maar goed 100 euro. En ik hoop dat het snel mag binnenkomen. Want dan heb ik een lange regenjas en ik heb extra maat grote genomen. Extra maten hoor. Want ik wil als het geen voering in zit, mij gewoon een winterjas eronder hebben en daar die regenjas overheen. Nou, dan heb ik wel echt meer maatjes nodig. Ja, dan moet ik er niet alleen nog in, maar je hebt je winterkleding aan, je hebt je winterjas aan. En dan moet zo'n regenjas overheen kunnen. Nou, dat zie ik niet op zo'n plaatje wat het is. Ik heb wel een zwarte genomen. Ik denk, want zwart staat overal bij. Ja, toch? Nou, en uiterlijk 6 oktober is die binnen. Wanneer is het 6 oktober? Weet ik niet eens. Gaan we kijken. Het is nou nog september, zeggen ze. Dus ook het elbe. Dat is zondag, ja. Hij komt niet op zondag binnen hoor, denk ik. Mag ik hopen. En ook niet op 5, want dan ben ik, geloof ik, dacht ik, weg. Oepsie. Nou ja, ik hoop het. Misschien is hij morgen al binnen, want het is wel bij het blauwe balletje waar ik hem besteld heb. En dat is meestal voor zo laat besteld, is hij de volgende dag binnen. Ja, dat dus. Maar dan ga ik lekker eventjes
naar boven toe, mijn eigen omkleden, mijn jurk uit, mijn blouse uit. En we zoeken eventjes iets anders. Tenminste, dat ga ik eerder doen, anders word ik weer nog kouder dan ik al ben. Dus eventjes wat zoeken. Mijn broek die ligt op mijn kastje. Op nog meer broeken. Ik heb allemaal broeken op elkaar. Dan kan ik switchen. De ene dag is die, de andere dag is die, weet je. Met bloemetjes en met kleurtjes en met datjes. Nou ja, dat kan je in de winter ook aan. Ja, legging eronder en je hebt het ook warm. Maar voordat ik mijn jurk uit ga doen, dan zoek ik eerst wel eventjes. En dan pak ik mijn lange broek en even er iets anders erbij. Desnoods mijn oude plunje. Ja, zwarte trui of zo, weet ik veel, met wit. Ja, we zien wel. Hij zegt daar 12 graden, ik weet het niet. Even kijken. 12 graden, het voelt als 9. Koud dus. Ja, dat dus. Dus, maar in ieder geval, we gaan gewoon ons trotseren en gewoon... al is maar eventjes een klein blokje, eventjes tot aan de brug en weer terug. Ze liggen zo lekker te slapen nou ook. En ook hun moet een jasje aan, want het spoelt echt. Het is niet fijn hier, ook poppetje, het ook een plu op. Ja, dat dus. Niet fijn, nee. Maar we smelten niet, nee. Maar het is wel kloten weer. Ik zeg het maar even zoals we het zeggen willen. Ja. Oh... ja, echt, ik heb het zo koud. Bizar hoor, dat een mens het zo koud kan hebben. Maar ja, ik was ook niet in orde, hè. Ik liep vanochtend leeg op de wc. Dus ja, wat wil je dan? Dan ben je wat rillerig, je bent wat huiverig en dan komt het weer er nog bij. Dan word je ook zo belabberd van. Je kan niks. Ja, ik heb een vlog in elkaar gezet en die staat nu op YouTube ingepland voor 4 oktober. Poepie toch? Ja. Ja. Kunnen we die sluiten? Die sluiten. En dat gaat dicht. Zo, ook weer klaar. Nou, dan ga ik mij dus boven even klaarmaken en dan heb ik niet mijn mooie jurk meer aan. Nee, ik doe gewoon wat anders aan. Ja, we zien het wel. Ja, toch? Ja. Nou ja, jullie hebben me vaker zo gezien zonder make-up. Nou, het is niet zo'n ramp hoor, een keer geen make-up. Nee. Naturel is ook goed. Toch? Ja, dat dus. Nou. Lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later en geniet gewoon van je ding. En ja, je weet het, het regent, het is rot weer. Dus wees zelf het zonnetje in huis. Ja, ze is verdwenen. We moeten er maar weer gaan zoeken, hè. Ik heb liever de zon dan dit. Ja, oké, ik ken een vrouwtje, ja, niet van naam. Maar die heeft ook een hond en die kom ik regelmatig tegen. En, die kan absoluut niet tegen die warmte. Ik heb het van de zomer niet echt warm gevonden. Ja, 27 graden was het. Maar het voelde hier ook niet 27 graden aan. Het was hier, nou, het voelde hem aan als 23, 24 graden. Maar ja, hij gaf wel aan 27 graden. Nou, ik had nog een feestje aan dat ik naar buiten ging, weet je. Ik denk, ja, hallo, kom zeg. Maar ja, zij kan er niet tegen. Zij moet juist de kou hebben, maar ik kan de kou niet hebben, want het gaat zeer doen. En mijn handen die zijn al koud, dus die doen nou ook zeer. Maar ja, niks aan te doen. Maar oké, nogmaals lieve vrienden, geniet en wees zelf het zonnetje maar. En ja, geef licht, straallicht, geef liefde, geef warmte. Ja, doe dat. En voor straks smakelijk eten, bon appétit. En natuurlijk een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En ik zou zeggen, tot later. Doegie doegie. Zo, ja, we zijn weer nou ja, zo goed als droog thuis. Behalve 2 hondenkoppen, 4 hondenpoten en 2 stukjes van een kont en een staart. En dan,
Nee, het is nou geen hoog gras, nee. Rijka, laat je zien, kom eens, kom eens. Kijk, dat is nou Rijka. En we shoppen hondenkoppie, hè? Ja, we shoppen hondenkoppie. Ja, dat is drijfje natje, behalve de bruggetje niet, hè, en de buikje niet. Nee, dat valt mee. Maar de pootjes zijn nat. Hé, en dat is ook een natte hondenkoppie, ja. Ja, een natte hondenkoppie, kind. Ja. Oh, goed, helemaal nat. Ja, ik had een capuchon op. Toch heb ik bij de Action een keer, jasjes voor hondjes gezien met een capuchon. Maar die dorst ik niet te nemen. Nee, niet wetende wat voor maat jij hebt. Ja. En je mag niet passen bij diertjes. Nee. Mag niet. Vierende haartjes. Ja. Maar ja, ook mijn printer die doet het weer. Want die was weer van slag. Die deed het niet. Ja. Waarom? Weet ik nog niet. Maar hij doet het nou weer. En dat enkel op de knop van... ja, hoe zei ik dat? Oh, mijn telefoon zit nog in de tas. Even een moment. Oei, 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 die moet ik wel hebben. Ja, die moet ik... Oh, hier kom jij. Ja, daar was... Nee. Gosje, dikke me. Wil het weer eens niet. Zo, wat werd er nou gezegd? En anders de probleemoplosser gebruiken. Ja, en dat hebben we dus gedaan. Ja, en nou is het weer helemaal goed. Ja. Dus, daar ben ik wel weer blij mee, want ik heb gelijk het een en het ander uitgeprint. En moet ik nog uitzoeken, want hij heeft ook te veel uitgeprint van de pendel. Hoe je met een pendel te werk moet gaan. Nou, ik had tegen Marianne gezegd, krijg je wel van mij. Ik zal de hek al op de computer staan, maar ik moet nog uitprinten. Nou, wou ik het gisteren uitprinten en dat ging het er niet worden. En ik denk, nou, kijk overdag wel even. Nou, vanmiddag wou het ook niet. En Willy nog even kijken. En die heeft er helemaal geen zoveel verstand van. Maar nou, via Roderick kom ik toch weer op het puntje waar ik zijn kon. Om toch het sneller te laten gebeuren dat hij het weer deed. Dus ja, nou heb ik een stuk of 3, 4 cursussen voor de pendel te gebruiken. En ik heb 1 keer, geloof ik, de cursus van kaart leren lezen. En dan bedoel ik niet een wegenkaart of zo, nee, dat je navigeren moet. Nee, dit is voor de tarotkaarten te leren lezen. En dat dus, ja. En er staat er eentje een deur af te likken, omdat daar regen is opgekomen. Dat die spoort niet, hoor. Dat is Rijka. Is dat alles op te likken wat binnen is gekomen, hè? Ja, hè? Malle meid. Met malle meisje, hoe laat leven? 7:15. Ja. Ik ga denk ik even een hapje eten klaarmaken. Ja. Licht verteerbaar. Ja. Vanwege mijn buikje. Ja. Want dat rommelt nog steeds. Al, hoewel ik niet meer naar de wc ben geweest. Nee, je komt niet op schoot. Nee, nee. Zorg even dat je droog wordt. Ja, echt wel. Zorg helemaal dat je droog wordt. Ja. Een beetje zo nat als ik weet niet wat. Je bekijkt het maar. Natte poten, natte kop. Ja. Ja toch? Eerst droog worden. Maar oké, ik ga ook de lampjes hier een beetje aan zien te toveren aan deze kant. Want dit is een donkere hoek gewoon. Want ja, je hebt hier geen ramenpartij. Nee. Dus, maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, als jullie het nog niet hebben gegeten zoals ik, schoon, smakelijk eten, bon appétit en mag het wel bekomen. En een fijne, liefdevolle avond gewenst en tot later. Doei! Ik had het al gezegd, maar ja, ik kom weer terug. Ja, moet kunnen. Dus nogmaals, voor degenen die het niet hebben gehoord daarnet, nogmaals, een hele fijne, liefdevolle avond.
Doei! Ja, lieve vrienden, het is weer tijd om naar bedje toe te gaan. Ja, en om lekker te slapen gaan. Hé, meisjes? Jij? Ja. Televisie wil ook niet goed houden. Dat doet vrouwtje. Oh ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ik had het zomaar weer eens met een verkeerde knop gedaan. Met een witte en niet met een rode. Dat dus. Met een rode aan, met de witte uit. Ja. Maar in ieder geval, ja, ik ga nog even één ding doen op de computer. En dat is nou een hele lieve, ja, een YouTube-vriendin. Ja, ik ken haar niet levende lijven, dan enkel, ja, op de film. Dus waar ik kracht troep houden, ga ik nog even naar kijken. En dan gaan we lekker een beetje toe. Want ik krijg vandaag weer bezoek. En nu niet van Erwin, maar van José, mijn nieuwe begeleidster. Erwin, die hou ik, maar die komt andere week weer. En dan komen ze om en om. Hey, door. Ja, dat is. Dus ja, we zullen beleven. Dat voor het eerst eventjes met José. Dus het gaat niet gelijk, hoor, Job, aan het werk of weet ik veel wat. Het is eerst eventjes een beetje kennis maken, elkaar aftasten wat we aan elkaar hebben. Dat dus. En ja, ik hoop dat morgen toch een beetje beter weer is dan het vandaag geweest is. Want het is gewoon bagger. Je kan niet fatsoenlijk lopen of je wat kleddernat. Dus de meisjes zijn van nou, maar het is de buien door buiten geweest. En dan weer, hé jongens, binnen. En dan begint het weer te kledderen, hè? Ja. Dus ze hebben wel van alles en nog wat lopen te doen. Maar wel alles tegelijk. De hik en de moer. Ga ze alweer over voor de kanaalkereltje ben. En anders maar niet. Dametje van het goede leven. Eentje is ook zo lief. Jij. Het is mijn meisje, of niet dan? Ben je lief? Ben jij lief? Jij. Mijn meisje is lief, hè? Ja. Goeie. Zometeen een bedje, hè? Ja. Gaan we lekker slaapje doen, hè? Ja. En Rijka, nou ja, die is natuurlijk zoals normaal op de bank. Nou ja, ze ligt 9 van de 10 keer op de eigen box. Maar nu op de bank. Hè? Ja. En dat heeft ook heel lang geduurd voordat hun kopjes en hun pootjes droog waren. Dus ze waren echt door en door nat. Behalve een ruggetje niet. Hé? Nee, want daar zit een jasje omheen, een kind. Ja. Oh. Lekker ding. Dus ja, dat dus. Maar oké, lieve vrienden, ik wens jullie natuurlijk ook allemaal een welterust toe. Lekker slapen, met mooie dromen. Uiteraard ook weer morgen gezond uit je bed zien te komen. En ja, jullie weten het, hè. God die houdt over ons allemaal gewoon de wacht. En daarom zeg ik gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht. En tot dan. Doei.